1 op de 3 gezinnen heeft moeite met rondkomen in Nederland. 220.000 mensen werken, maar leven in armoede. 939.000 mensen leven onder de armoedegrens. 42% van de Nederlandse huishoudens had dit jaar betalingsproblemen. 70% van de jongvolwassenen had dit jaar betalingsproblemen. 600.000 Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden. 1 op de 5 jongeren ervaart werkstress. 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hebben burn-out klachten. 4 op de 5 zelfstandigen is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. 500.000 zelfstandigen vroegen inkomensondersteuning aan tijdens corona. De lonen zijn met 27% gestegen, maar de winsten van bedrijven stegen met 66% de afgelopen 10 jaar. De lonen van werknemers stegen afgelopen jaar met 2,1%, terwijl de salarissen van CEO's met 32% stegen. Het aantal dakloze jongeren is in een jaar met 50% toegenomen. En nog maar 56% van alle werkenden heeft een vast contract. En in 2003 was dit nog 73%. Meer dan een kwart van alle werkenden heeft een flexibel contract. En in 2003 was dit 14%. Voorzitter, 13% van de mensen in Nederland geeft zijn eigen leven een onvoldoende. Achter elke statistiek, achter elk cijfer, zitten gezichten, zitten mensen, zitten levens. Dat gaat over Annelia, over Robin, over Tyrell, over Desiree, over Sandra, over Patrick, over Solomon. Mensen die al jaren tegen ons zeggen, het gaat niet goed, ik kom niet rond, ik krijg het niet rond. Mensen die werken, mensen die pech hebben in het leven. Wat kregen zij te horen vanuit Den Haag? Het leven toch in een gaaf land. Een diep, diep socialistisch land, voorzitter. Dit jaar, voorzitter, in deze heftige crisis, is er een genoeg grote groep mensen bijgekomen die in de problemen komt. En ik moet eerlijk zijn, voorzitter. Ik zit met een beetje ongemak vanavond in dit debat. En ik heb al 3 keer mijn tekst herschreven. Omdat het hele jaar hebben we het met elkaar over de bestaanscrisis in het land. Dat mensen niet rond kunnen komen. Dat de bestaanszekerheid niet op orde is. En dan zijn we bij de avond van de SZW-begroting. En ik heb net complimenten gegeven. Goed verhaal. Goede analyses. Maar als jij in de shit zit, voorzitter, dan heb je niks aan. Er komt een onderzoeksmotie. Als je in de shit zit, heb je niks aan. Een kabinet wat zijn best doet, maar wat zegt, ik kom nog een keer met een commissie. Voorzitter, op papier hebben we bestaanszekerheid in dit land. Maar hele grote groepen mensen zijn al heel veel langer afgehaakt, voelen zich niet gehoord en we hebben ook niet naar ze geluisterd. Nu zitten we in een van de grootste crisis die we hebben meegemaakt met allemaal dingen die samenkomen. En we komen erachter dat in de praktijk onze regelingen niet op orde zijn. Dat nog veel meer mensen onderuit zakken, het water aan de lippen. Mensen die dachten, het overkomt mij niet. En voorzitter, mijn vraag aan dit kabinet. En ik wil vandaag politieke antwoord op deze politieke vragen. En ik ga er 3 stellen in deze categorie. Want voorzitter, we hebben sociale zekerheid met elkaar. Omdat we hebben gezegd, er is bepaald soort pech, dat hoef je niet alleen te dragen. Dat draag je collectief, zoals mevrouw Pallant zei. Dat vinden we zo belangrijk dat we ons met elkaar paternalistisch verplicht stellen om daar verzekerd voor te zijn. Mijn vraag aan dit kabinet is die gedachte nou veranderd? Want wat wij zien, voorzitter, is hele grote groepen mensen werken, en het maakt maar niet uit welk contract je hebt, die zekerheid niet meer hebben. En dan kijken we weg. En dan zeggen we, weet je wat, we doen een goed rapport. In wat voor land willen we werken? Is mooi werk van de heer Borslap. We zijn langer dan 2 jaar verder en we staan hier midden in de grootste crisis. Die mensen hebben geen sociale zekerheid. We zagen het tijdens corona. En mijn vraag is, hoe kan dat? De tweede, voorzitter, is het minimumloon. Ook hier weer complimenten. Wat fijn dat het kabinet het minimumloon omhoog doet. Maar de politieke vraag die we hier moeten stellen is, wat betekent die bodem nog? Wanneer hebben we voor de laatste keer gekeken, wat heb je nodig om rond te komen? Mijn politieke vraag aan dit kabinet, vinden ze het normaal dat als je fulltime werkt op een minimumloon, dat je gewoon niet kan bestaan in dit land, dat je niet kan rondkomen, voorzitter? Is dat de bedoeling? Daaraan gekoppeld is de vraag, wanneer is de laatste keer dat we dat gecheckt hebben, dat we gekeken hebben? We hebben er de evaluatie van het minimumloon bij gekeken. Misschien hebben we verkeerd gelezen en hebben we een voetnoot gemist. Maar het lijkt dat er niet gekeken is of het minimumloon toereikend was. Hoe kan dat? Hoe kan je die politieke vraag niet beantwoorden?
En ik wil niet vandaag voorzitter. En doe het niet voor mij of voor GroenLinks in de samenwerking met de PvdA. Maar ik wil voor Annelia, Robin, Tirel, Desiree, Sandra, Patrick, Solomon en al die mensen die naar dit debat kijken, wil ik niet een antwoord, ja, maar er komt een commissie. Dat is geen politiek antwoord. Het politieke antwoord is, ik vind het niet genoeg en dan ga je iets doen, voorzitter. Of je vindt het wel goed, maar dan moet je dat zeggen. En dat brengt me, voorzitter, bij het sociaal minimum. Dit gave land, diep, diep socialistisch, voorzitter. Hebben we een commissie nodig om te kijken wat eigenlijk het sociaal minimum is? Ik weet niet of ik moet huilen of moet lachen. Ik meen het echt serieus, voorzitter. Deze zin moet je ook nooit zeggen, ik meen het echt serieus. Je meent alles serieus, maar hè, soms dan doe je dat even. Afgelopen jaren, hebben we de bijstand meermaals bezuinigd. De afbouwdubbele heffingskorting. Is er toen door iemand de vraag gesteld, wat betekent dit voor het sociaal minimum en voor wat het betekent voor mensen? Is die vraag gesteld in het politieke proces? En als dat niet zo is, voorzitter, waarom niet? En mijn vraag, mijn politieke vraag vandaag, niet wat ga je doen, hoe ziet het eruit, vindt de minister het sociaal minimum toereikend? En voorzitter, voor de mensen die het debat volgen, het sociaal minimum is echt het allerlaagste minimum wat we met elkaar hebben. En zelfs dat minimum gaan we soms onder. Bijvoorbeeld bij de beslagvrije voet, omdat de overheid het gebruik van meerdere regelingen niet checkt. Mijn vraag aan het kabinet, hoe kan dat? Wat doen we daaraan? Waarom kan die situatie bestaan? En mijn andere vraag, voorzitter. Waarom is al het laagste punt wat we nemen als twee regelingen met elkaar concurreren? Bijvoorbeeld als één partner in de via zit en de andere partner in de bijstand. Waarom gaan we altijd naar het laagste putje? En vindt u dat oké en vindt u dat rechtvaardig, is mijn politieke vraag, voorzitter. Onderliggend onder al deze vragen is wat betekent die bodem in de praktijk, voorzitter? Want daar zou het over moeten gaan. Dan heb ik nog een paar concrete punten in dit debat, voorzitter. De eerste gaat over kinderopvang. En we hebben het erover gehad in het commissiedebat 2 weken terug. En we hebben het er vandaag in het debat ook veel over gehad. En ik hoor dat meerdere collega's zeggen, kinderopvang, en ik zeg daar even bij, voor GroenLinks is het heel belangrijk, kinderopvang is voor de ontwikkeling van kinderen, gaat over samenspelen en heeft een arbeidsmarktfunctie. Maar we zien nu met de krapte in alle sectoren, het land zit gewoon dicht, klassen moeten naar huis in het onderwijs, politieagenten kunnen het werk niet doen, in de bouw gaat het niet goed. En als mensen hun kind kunnen brengen, zodat ze kunnen werken, hebben we daar als maatschappij voordeel van. Wat we zien, en voorzitter, ik wil dit zeggen, dit is een bijzondere context waarin we zitten, want dit is hele historische inflatie. Maar de minister die heeft een besluit gemaakt over de indexatie van de kinderopvangtoeslag. En wat we zien is dat we daar rekenen met de cijfers van maart. En dat doen we altijd en normaal gaat het goed, want normaal zit je niet in een jaar met hele historische inflatie. Maar dit jaar wel, voorzitter. Het gevolg daarvan, ik zei het net in mijn interruptie, is dat mensen deze week op de mat een brief hebben gekregen. En zeker mensen met lage inkomens, in sommige gevallen 70% stijging van de eigen bijdrage. Dat kan je niet betalen, voorzitter. Je hebt al stress over hoe je huur kan betalen en hoe je rondkomt. De keuze die zo'n huishouden dan maakt is, dan ga ik maar minder werken. En ik krijg die berichten binnen, voorzitter. Mijn vraag aan deze minister, we zitten in een historische omstandigheid. En de minister heeft al in de najaarsnota voorgesorteerd dat we op de posten waar grote indexatie, dat er een pot met geld is. Laten we alsjeblieft in dit beleid zeggen, niet vanuit de systeemwereld denken en zeggen, bij het voorjaar gaan we kijken, is er besluitvorming en dan gaan we dan politiek kijken en dan gaan we het recht trekken. Als we vanuit mensen beredeneren, dan denken we, oei, dat kunnen mensen niet hebben, die stijging. Zeker niet nu we al die mensen nodig hebben met krapte. Kunnen we dan zeggen, we maken een uitzondering, we weten dat de cijfers niet kloppen, we gaan met een ander getal indexeren. Heel concreet is mijn vraag aan de minister. Erkent ze dat het besluit over indexatie op basis van achterhaalde cijfers is? En wil zij de uitzondering maken om de KOT, de kinderopvangtoeslag, nu al met de meest recente cijfers te indexeren, zodat we in januari niet die stijging hebben, voorzitter? De tweede vraag op dit punt is kinderopvang enorm belangrijk. Medewerkers zijn daar belangrijk. Er ligt een plan in de sector die zeggen, wij willen beste lonen verhogen als de minister een stap zet. Dat kost je 175 miljoen, krijg je 5% loonsverhoging voor terug. Wil de minister die handschoen oppakken? Dan, voorzitter, een motie die ik iets meer dan een jaar geleden heb aangenomen met mijn collega's. Die is zelfs unaniem aangenomen over zelfstandigen. Daar hebben wij de minister verzocht om de wetmodule alvast te gaan toepassen in één sector,
bijvoorbeeld de gezondheidszorg. En mijn vraag is, hoe staat het met die motie? Wat heeft de minister gedaan sinds het aannemen, iets langer dan een jaar geleden, oktober 2021? Welke gesprekken zijn er gevoerd? Ik denk met VWS, omdat dat de voorbeeldsector was. En hoe staat het met de toepassing van de wetmodule in die sectoren? En wat zijn de eerste resultaten? We zijn enorm nieuwsgierig. Dan, voorzitter, het punt over seizoensarbeid. Ik had het er net al over in het interruptiedebat met mevrouw Palland. Mensen krijgen eerder een vast contract en dat vinden we goed. Alleen, het valt op dat bij het schrappen van de onderbrekingstermijn en de ketenbepaling, dat die uitzondering is gemaakt voor seizoensarbeid. En wij snappen de logica niet helemaal. Want geldt die ondergrens dan niet voor seizoensarbeid? Want juist als je elk jaar weer gaat telen, zou je ook denken, nou, dan kan je gewoon ook zo doorzetten. Als het goed is, gaat zo'n bedrijf, loopt gewoon. Dus waarom die uitzondering? En zeker als ik kijk naar de hele discussie rond arbeidsmigratie, die me best wel verrast heeft, voorzitter, de afgelopen weken. Dan snap ik deze uitzondering eigenlijk helemaal niet. Want het lijkt een soort beloning voor juist die bedrijven die met die lage lonen. En die worden nu ook nog eens beloond met een uitzondering. Dus mijn vraag aan de minister is, gaat ze die uitzondering voor seizoensarbeid schrappen? Want dat lijkt ons een heel goed idee. Tot slot, voorzitter, en het is iets wat ik mezelf elke dag aan probeer te herinneren. In dit huis hebben wij de eer om hier te staan en om dingen te zeggen. Maar als je iets gezegd hebt, dan is er nog helemaal niks gebeurd. De reden dat wij hier dingen tegen elkaar zeggen in debatten, is dat wij afwegingen maken. Dat we argumenten met elkaar wisselen. Dat doen we om een beslissing te kunnen nemen. En de beslissing is eigenlijk het makkelijkste stukje. Want daarna moet je hetgene wat je besloten hebt gaan uitvoeren. Soms bekruipt mij het gevoel, voorzitter, dat we van de gesprekken een sport gemaakt hebben. Dat de motie het doel is. Volgens mij is het doel al die mensen in Nederland, hun levens. Zitten wij hier met z'n allen met hele andere levensvisies om keuzes te maken? Die keuzes zijn enorm ingewikkeld. En mijn oproep naar mezelf, maar ook naar mijn collega's, is laten we alsjeblieft wat meer lef hebben. Laten we stoppen met alleen maar woorden. Om met een hele bekende PvdA'er te spreken, voorzitter. Volgens mij was het gezegde, in gelul kan je niet wonen. Maar van gelul kan je ook niet rondkomen.